Beste kijker en luisteraar, welkom bij het journaal van de Nationale Assemblée. In het hoogste orgaan van staat is op dinsdag 11 oktober 2016 een aanvang gemaakt met de openbare vergaderingen voor het nieuwe zittingsjaar. Aan de orde is de behandeling van de wet overname en overdracht en uitvoerlegging strafvonnissen. In dit journaal presenteren wij u een samenvatting van deze vergadering. De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden Keshu Prasad Gangaram Pandey, voorzitter, Roxana Ilahibaks, Roger Hopkinson, Raymond Sapoen, Naomi Samidin en Stefan Tsang. DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerling-Simons heeft de vergadering om 12:00 PM geopend. Mevrouw Simons heeft aan de regering informatie gevraagd over de gezondheidszorg in het binnenland, waarbij zwangere vrouwen moeten betalen voor controle. Verder heeft de parlementsvoorzitter namens de overige assembleeleden aan de regering aandacht gevraagd voor de waterproblematiek in het district Komowijnen. Vicepresident Michael Ashwin Adin heeft na overleg met zijn ministers antwoord gegeven op de door de DNA-voorzitter gestelde vragen. De vergadering van vandaag, dinsdag 11 oktober 2016, uit 7:30. Er was voor hem ongeveer 10:50. En echter moest ik even wachten met het openen van de vergadering, om verschillende redenen, maar in elk geval was ik bezig met de issue van gezondheidszorg binnenland, waar mensen nu moeten betalen voor zwangerschapscontrole en zo. Ik heb even met de directeur gesproken, ik had al eerder met de regering gesproken, dus ik was net met dat telefoongesprek bezig, vandaar dat ik iets 10 minuten later ben binnengekomen. Daarmee deponeer ik het direct bij de regering. We hoeven niet lang en breed erover te praten. We kunnen gewoon rustig zeggen, regering, het zal niet zo kunnen gaan dat mensen moeten betalen voor zwangerschapscontrole in het binnenland. Dus we verwachten dan die oplossing, dat er gepraat wordt met de medische zending en dat waar het geld moet komen, dat er gekeken wordt daarnaar. Een andere issue die ons in het weekend heeft bezig gehouden en waarvan leden ook contact met me hebben gemaakt, maar ook anderen, is de situatie van water in Komowijnen. Vanwege de nieuwe regelingen en zo, die aan de ene kant begrijpelijk zijn, heeft de situatie zich voorgedaan dat mensen volgens hun eigen rapportage tussen 300 en 400 gulden per maand moeten betalen om een 2 kuub water en zo te kunnen krijgen. Dus we denken dat daar toch wel een bijzondere situatie is ontstaan in die droge tijd en dat de regering daar absoluut naar moet kijken. Ik heb zelf al contact gemaakt met het ministerie van NH in het weekend, maar ook leden komen naar me toe. En ik denk niet dat er een verschil is van mening in het parlement aan beide kanten. Dus ik denk dat we dit bij de regering, namens het parlement, ik dit bij de regering neerzet, dat er eigenlijk een soort noodsituatie dreigt te ontstaan. We vinden dat mensen moeten betalen natuurlijk voor water, maar de bedragen en de moeite waarmee mensen aan water komen, dat moet niet zo. Dus er moet een oplossing ervoor worden gevonden. En de overgangsproblemen die er eventueel zijn, dat kan niet geheel en al op die burger worden afgewenteld. De minister van Volksgezondheid heeft inderdaad aangegeven dat de situatie ten aanzien van de zwangeren en consultaties die u aangehaald heeft in het college, dat hij dat aan het bestuderen is, want inderdaad doet men alles eraan. We hebben afgelopen week gesprekken gevoerd. Hij heeft met de minister van Financiën ook kort gesloten. Er zijn wat zaken gaande, maar daar hoop ik morgen direct een goed antwoord te krijgen van de minister. Hij is drukdoende die zaak goed aan het bekijken. Wat betreft NH, wij weten de situatie. Er waren van kapotte trucks tot alles, maar we hebben intussen wel een oplossing gevonden. Morgen in de ORAG, onder de Raad voor aanbesteding en gunningen, wordt er een concept ingediend waarbij de minister die verlichting ook kan brengen op dat gebied, zodat de mensen niet die prijzen zouden hoeven te betalen voor water. Thank you.
Tijdens de behandeling van de wet overname en overdracht en uitvoerlegging strafvonnissen heeft de voorzitter van de commissie van rapporteurs, het lid Keshu Prasad Gangaram Pandey, enkele vragen aan de regering gesteld over dit wetsproduct. Leden van de commissie hebben onder andere aan de regering gevraagd hoeveel verzoeken er al bij de bevoegde autoriteit zijn ingediend voor de overdracht en overname van strafvonnissen. Mevrouw de voorzitter, via u zou ik de regering nog enkele vragen met betrekking tot dit wetsontwerp willen stellen. Namelijk 1. Met hoeveel landen zijn er al verdragen gesloten met betrekking tot overname en overdracht van ten uitvoerlegging strafvonnissen? Zijn er in die verdragen vermeld welke financiële voordelen Suriname zal hebben bij het overnemen van die strafvonnissen, dus ook vanwege een maatregel? Hoeveel gevonniste Surinamers zijn er in de landen met wie er al een bilateraal verdrag is getekend? En hoeveel zijn er nog in de andere landen met wie Suriname denkt ook zo een verdrag te zullen sluiten? Zijn er reeds rechtshulpverzoeken binnengekomen? Zo ja, uit welke landen en voor hoeveel gevonnisten? Als een vreemdeling in Suriname asiel heeft aangevraagd en misschien ook gehad, zal op verzoek van een verdragspartij die strafvonnis worden overgenomen? Zijn er kosten verbonden bij de overname van de gevonnisten? Zo ja, door wie zullen die gedragen worden? Indien uit de staatsbegroting, zo u wilt, de begroting van het ministerie van Justitie en Politie, zijn die voorzieningen dan al getroffen? Nochtans zijn er enkele aandachtspunten welke ik onder de aandacht wil brengen van de regering. De eerste, indien alles goed is, heeft het lid Gangaram Pandey in woorden van gelijke strekking de vraag reeds gesteld, maar ik heb de behoefte deze te benadrukken. De vraag luidt concreet: hoeveel verzoeken zijn reeds ingediend bij de bevoegde autoriteit voor de overdracht en de overname van strafvonnissen? De tweede vraag die ik wil voorleggen aan de regering is: is er stilgestaan bij de situatie waarbij een Surinamer in het buitenland een verzoek indient bij de bevoegde autoriteit aldaar voor de overname van het vonnis door Suriname? Echter blijkt dat het te verwachten strafrestant bij overbrenging naar Suriname na omzetting, omdat het volgens de Surinaamse wetten zal moeten worden omgezet naar de Surinaamse maatstaf. Het is te verwachten dat deze strafrestant heel miniem is. Op welke wijze zal de beoordeling hiervan plaatsvinden? De wet Watts, dat is het derde punt, de wet Watts is immers bedoeld om een buitenlandse straf verder in Suriname ten uitvoer te leggen, zodat de veroordeelde vanuit de Surinaamse detentie kan worden voorbereid op terugkeer in die samenleving. Mevrouw de voorzitter, als na de overbrenging van de veroordeelde naar Suriname geen sprake meer zal zijn van enig strafrestant, is het doel van Watts, naar mijn mening, mijn inziens, niet gediend. Zal het verzoek dan worden afgewezen? Het is belangrijk dat wij dit instrument, wat wij noemen Watts, populair gezegd, in verband brengen met het belang dat wij als land daarmee rechtstreeks proberen te dienen. Welk belang dienen wij met Watts? En dan vind ik dat de toelichting zoals dat verwoord is in het huidige ontwerp een beetje tekort schiet, voorzitter. Met andere woorden, het doel van de Watts voor de samenleving en alle daarbij betrokken justitiabelen moet naar mijn gevoel duidelijker worden vastgelegd in de memorie van toelichting. Vandaar mijn eerste vraag, voorzitter. Wat moet, het is een handvat voor onze regering natuurlijk, want we sluiten niet zomaar verdragen en wij keuren geen gewoon wetten. Wat moet de ratio zijn van het Surinaams beleid in zaken de overdracht van de uitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen in Suriname, voorzitter? Is dat primair de goede rechtsbedeling en de resocialisatie van gevonniste personen, of kunnen daarnaast overwegingen van humanitaire aard doorslaggevend zijn? Dat weet ik niet zo. Ik haal het wel uit presentaties,
Maar ik weet dat niet precies te halen uit de toelichting. Maar is dat werkelijk zo, voorzitter? Resocialisatie, de minister praat over reïntegratie. Is dat het uiteindelijk doel van implementatie van WOTS, voorzitter? Is het doel van overbrenging van Surinaamse en daaraan gelijkgestelde vreemdelingen uit het buitenland om hun reïntegratie te bevorderen in de samenleving waarmee zij verbonden zijn? Buiten de commissie van rapporteurs hebben de leden Krishna Kumari Mathura, Amzat Abdul, Aziz Kumar Gayadin, Celsius Waterberg en Deo Chander Bos Sharman het woord gevoerd. Er is onder andere gevraagd wat de financiële gevolgen zijn wanneer Suriname rechterlijke bevelen van het buitenland zal overnemen, wat het beleid is met betrekking tot de aanpak van georganiseerde criminaliteit en hoeveel zaken er concreet zijn aangepakt. Het is mijn vraag aan de regering van, hebben we overzicht, en die vraag is al eerder gesteld, hebben we overzicht van hoeveel Surinamers in het buitenland op dit moment veroordeeld zijn, ter zake welke feiten en voor hoe lang? En wat is het beleid, welke van de Surinamers willen we eigenlijk op korte termijn overnemen? Tweede vraag die ik heb is, georganiseerde criminaliteit. En daar is, merken we dat we als land niet op zichzelf staan, maar dat we onderhevig zijn aan de druk van de internationale samenleving. Zoals de Caribbean Financial Action Task Force, die ons onder druk zet om wetgeving aan te nemen. Mijn vraag is, gaan we wetten aannemen alleen onder druk van de internationale samenleving, of maken we ons eigen beleid met betrekking tot aanpak georganiseerde criminaliteit? Dus mijn vraag concreet aan de regering is, wat is het beleid met betrekking tot aanpak van georganiseerde criminaliteit? Hoeveel zaken hebben we concreet aangepakt? Hoeveel criminele organisaties zijn in de afgelopen periode ontmanteld? Hoeveel geld illegaal die hier naar Suriname is gekomen, hebben we kunnen traceren? En hoeveel hebben we kunnen ontnemen? Is er aanpak, is er beleid met betrekking tot aanpak van georganiseerde criminaliteit in Suriname? Voorzitter, artikel 6 en 7. Als deze twee artikelen in werking treden en de minister neemt een besluit op basis van artikel 4, laten we zeggen 4 lid 1 sub b, komt dan de veroordeelde vrij. Stelt u zich voor wat in artikel 6 staat, de vervolgingsambtenaar of de hulpofficier van justitie is bevoegd de voorlopige aanhouding overeenkomstig artikel 5 te bevelen, dat heel proces start. En de minister van Justitie zegt van, jongens, conform artikel 4, lid 1 sub b, gaan we dat proces stopzetten. Wil dat zeggen dat dan de veroordeelde vrijkomt, niet meer vervolgd wordt en het vonnis of het verzoek ter uitvoering van het vonnis van het buitenland niet meer plaatsvindt? Er wordt hier in de wetstekst, en ik heb het op een paar plaatsen gelezen, maar ik kan even niet erop komen waar, voorzitter, maar misschien straks wel, gesproken over een toepasselijk verdrag. Op een aantal plaatsen, toepasselijk verdrag. Dus dat noopt mij weer om te vragen of de verdragen die we met de verschillende landen gaan sluiten, of die eenduidig hetzelfde zullen zijn, voorzitter, of toch nog verschillend van karakter, van aard, afhankelijk van de relatie dat we hebben met het land of andere omstandigheden, noem maar op. Voorzitter, artikel 34, lid 2. Een veroordeelde die in Suriname een tot vrijheidsontneming strekkende sanctie ondergaat of nog zal moeten ondergaan, wordt, nadat met een vreemde staat overeenstemming is bereikt omtrent de verdere ten uitvoerlegging van deze sanctie, zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld van de autoriteiten van die staat, zulks op en door de minister na overleg met die autoriteiten te bepalen tijd
en plaats. Hey, aanvullingen die vanuit de commissie voorgesteld zijn met betrekking tot beslaglegging, de ontnemingsmaatregel erbij te nemen, voorzitter. Gaarne hoor ik vanuit de regering hoe men dat zal inpassen. Er zijn wat voorstellen gedaan. Maar voorzitter, ontneming van wederrechtelijke voordelen, dat daar zou ik denk ieder voorstander van zijn. Alleen is er nog onduidelijk hoe dat uitgewerkt zal worden, voorzitter. Komt het ten voordele van een vreemde staat die een verzoek hier doet? Of komt het ten voordele van dat land die dat gaat uitvoeren? Zeer kort. Eigenlijk een vraag welke ook aansluit op hetgeen het geacht lid Gangram Pandey, voorzitter van de commissie, heeft gevraagd. Met name gaat het over de financiële consequentie voor het overnemen van rechtelijke bevelen uit het buitenland. En wat zijn de financiële consequenties voor Suriname? En op welke manier zou Suriname gecompenseerd worden hierbij? En refereren naar artikel 4. En als ik zie dat een vreemdeling, als hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, dat hij dan verder wordt uitgesloten van verval. Althans, hij kan zijn straf verder niet uitzetten in Suriname. Dit vind ik een gevaarlijke grond, omdat op die manier je eigenlijk een soort, ja, een situatie creëert waarbij mensen hier komen, illegaal verblijven, geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. En eigenlijk aan de neus van de justitie kunnen voorbijlopen en niet bestraft kunnen worden. Dat vind ik niet correct. Ik denk dat er daar toch een clausule in gebouwd moet worden dat ondanks ze geen vaste woon- of verblijfplaats hebben, dat de justitie zich toch inzet om de mensen achter slot en tralies te krijgen. 1, 2, dat is sub B van hetzelfde artikel, die natuurlijk, en de minister in deze als autoriteit, daar heb ik natuurlijk heel veel respect voor, maar die verregaande bevoegdheid van de minister om als enkel persoon op basis van een gegrond vermoeden. En dat lijkt me een beetje verregaand dat één persoon een bepaald vermoeden heeft, en deze natuurlijk een autoriteit, de minister, en op basis daarvan verdere vervolging, althans ten uitvoerlegging, onhoord wordt gezet. En de vraag is natuurlijk, op basis waarvan zou de minister die toetsing moeten doen en vinden van het is op basis van levensovertuiging, et cetera, heeft de minister een gegrond vermoeden. Het mechanisme om die toetsing te doen, dat is onduidelijk. Tot zover de samenvatting van de openbare vergadering van inzeg 11 oktober 2016, waarin de behandeling van de wet overname en overdracht en uitvoerlegging strafvonnissen heeft plaatsgevonden. Wilt u deze samenvatting en openbare vergadering nog eens bekijken? Bezoekt u onze website op www.dna.sr via onze YouTube-link. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.